welkom bij een nieuwe video van Chloe. En vandaag ga ik jullie mijn American Doll laten zien. En zoals jullie al zien heb ik hem dus naast me staan. En ik ga hem even voor jullie pakken. En dan zie je hem dus zo. En dan zie je alleen het hoofd. En dit is dan nog een verrassing als je hem krijgt. En dan pak je hem dus uit. En dan het eerste wat ik krijg is mijn American Doll. En mijn heeft dus een rokje aan. En mooi haartjes. Oké, ik moet hem heel even neerzetten dan. En dan heb ik dit er dus. Dan heb ik dit er dus bij gekregen. Dat zijn dus elastiekjes, crunchies, clipjes en allemaal zulke dingetjes. En dan kreeg ik er ook een borstel bij, want normale borstels dat kunnen niet bij American Dolls, want anders gaan hun haartjes eruit. En dat wil je natuurlijk niet. En dan heb ik nog een schortje erbij gekregen, zodat wanneer ik haar haar kan doen, dat ze niet pijn of zo krijgt. Zo, en dan heb ik er nog een boekje bij. En er staan allemaal hele leuke dingetjes in. Bijvoorbeeld deze. En dan hebben ze ook nog deze, en dan zitten nog allemaal leuke dingetjes in. En deze zit erbij. Die zat daarin, alleen die zat er dus uit, maar dat maakt helemaal niks uit. En dan heb ik dus dit elastiekje, of je kan het als armbandje doen, je kan het in haar haar doen, maakt helemaal niks uit. Je kan er alles mee verzinnen. En dan heb ik nog dit pakketje. Nou, zoals je ziet, zie je er al kleertjes op. Nou, en hier zitten dus ook die kleertjes in. En dan maak je hem dus open. En dan zie je gewoon nog de verpakking. Zo ziet dat er dus uit. En dan doe ik de verpakking dus even zo. En dan krijg je dit erbij. Nou, als eerste wat je ziet is eigenlijk wel de schoentjes. Hier zit, je kunt zien. Dat zijn dus de schoentjes met diamantjes erop. En dit is dus een armbandje voor haar. Zit nog helemaal in de verpakking. Dan krijg je een schattig bloemenhaarbandje. En die vind ik heel schattig. Want die kan je dus ook indoen. En dat kan ik even aan jullie laten zien natuurlijk. Oh, dat gaat niet goed. Moet ik hem even pakken. Kijk, en zo ziet ze er dus dan uit met een haarband op. En dan, ik weer pakken de doos voor jullie. En dan heb ik dus het clipje. Nou, hij is heel schattig. Er zitten ook weer bloemetjes aan. En ik vind bloemetjes heel schattig. En dan kan je het er zo inschuiven. En dan pak je dus het jurkje. Ik vind het jurkje zelf heel mooi. En weet je waarom ik het mooi vind? Omdat het dus zo'n hoge en lage heeft. Dat vind ik heel mooi, want dan loopt het mooi af. En dan hier zitten er allemaal blaadjes op en hij is blauw. En dan hier heb je dus allemaal glittertjes erop. En dan dit is doorzichtig, dat is ook heel leuk. En ik ga het voor jullie zo aandoen. Dus blijf alsjeblieft kijken. En dan moet ik deze er weer even uithalen. En die is tenminste, ik vind de schoentjes heel mooi. En dan haar mooie jurkje met de afloop. Dat had ik al gezegd natuurlijk, dat ik dat heel mooi vond. En dan die glittertjes en het haarbandje. En straks wissel ik even voor jullie af. Want deze had ik natuurlijk ook nog, dat clipje. En er kwam dus ook een boek bij. En het boek heet Blair. Want de pop heet dus Blair. En dat gaat over haar leven. En
En het gaat over dieren met Blair. Dat is heel leuk. En deze pop komt uit Amerika. Dus ja, ik vind dat heel leuk. En mijn moeder heeft hem toen voor mij gekocht. Want ik vind dat heel leuk. En toen heb ik er dus allemaal dingetjes bij gekregen. En nu ga ik even voor jullie omwisselen met de haarband. Dus dan moet ik dat even pakken. En dan doe je dus gewoon, doe je haar armpjes omhoog. Dan doe je het armbandje uit. Heel voorzichtig, want het haar kan eruit. En dan pak je het dus. Dan pak je bijvoorbeeld dit stukje. En dan doe je dus het zo erin. En dan heeft ze het vast als het blijft zitten. Ja. Zo, het lukt niet helemaal. Maar je kan ook natuurlijk gewoon zo doen. En dat was het. Dus doei, tot de volgende keer. En oh ja, ook nog wat filmpjes van Blair.